In deze video gaan we kijken naar 8 financiële websites die ik regelmatig gebruik. Bijvoorbeeld wanneer ik aandelen aan het kiezen ben of wanneer ik video's voor dit kanaal aan het voorbereiden ben. En ik wil dan in deze video ook laten zien welke websites dit zijn en waarom ik juist deze websites gebruik. Ja, welke goede punten ze hebben die mij zeg maar kunnen helpen met een analyse maken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wilt zien, abonneer je dan op het kanaal zou ik zeggen. Alle links die ik in deze video ga bespreken, websites of andere dingen, zal ik ook onder deze video plaatsen, zodat je later makkelijk even door kunt klikken naar de websites die besproken worden. En de makkelijkste manier waarop ik deze websites kan laten zien en hoe ze werken is op de computer, dus laten we even overschakelen. Laten we dan maar meteen met de eerste website beginnen en dat is MarketWatch. Nou, kijken we naar MarketWatch, dan zul je vooral zien op de beginpagina dat er erg veel nieuws natuurlijk te vinden is over de verschillende markten. Bovenin staat een overzicht van de laatste markten. Maar waar ik het vooral veel voor gebruik is behalve het nieuws dan om specifieke aandelen te bekijken. Dus als we hier rechtsboven zoeken en we zetten Tesla, ik zal telkens het aandeel Tesla als voorbeeld pakken. Dan zul je zien dat we al direct een overzicht krijgen met in het grote prijs. En wat vooral interessant is, zoals je hier ook ziet trouwens, in dit geval aangezien de markt nog niet open is, die gaat pas over een goede uur open, zie je al de koersen van pre-market. Dus Tesla staat op dit moment pre-market al 5% in de plus. En ook after hours, dus wanneer de markt gesloten is, kan het toch nog gehandeld worden. Er zijn vaak de grote banken of grote instituten die dan nog iets kunnen doen. Daar zie je al dat welke invloed het heeft op de koers bijvoorbeeld. Zeker interessant wanneer bijvoorbeeld een bedrijf als Tesla met kwartaalcijfers uitkomt, die vaak nadat de beurs gesloten is pas bekend worden. Dan zie je vaak al direct een effect op de koers. 2 andere dingen die ik bij MarketWatch vaak gebruik zijn de financials. En wat hier dan makkelijk aan is... je ziet eigenlijk alle gegevens van de laatste 5 jaar staan. Maar vooral het grafiekje op het eind, de 5 jaar trend. Daar kun je snel zien of iets omhoog gaat, de goede richting op. Of misschien wel omlaag, of welke schommelingen er zijn. Dus heb je eigenlijk in 1 oogopslag, zie je al deze gegevens van die 5 jaar samen in 1 grafiek. En dat is ooit wel makkelijk, zeker als het op deze manier is uitgesplitst. En ook voor de analisten, welke voorspellingen doen zij? Dan kun je erg snel zien van, nou is het op dit moment hold, dus aanhouden als je aandelen hebt. En je kunt dan ook per categorie kijken van hoeveel mensen zeggen, raad het nou aan of hoeveel analisten raad het aan om te kopen. En hoe was dat een maand of 3 maanden geleden. En dan kun je bijvoorbeeld kijken om daar vergelijkingen mee te maken. Zodat je een beetje kunt inschatten hoe de markt denkt over het aandeel waar je naar aan het kijken bent. En dat is ook altijd interessant. De tweede website die ik regelmatig gebruik is Yahoo Finance. Ook daar heb ik al regelmatig op mijn video's over gesproken. Aan de ene kant is dit het nieuws, maar dan gebruik ik niet zo vaak zozeer de website voor, maar wel eerder de app op mijn telefoon, omdat je daar ook je favoriete aandelen in kunt zetten, zodat je eigenlijk, als je de app opent, al vrij snel meteen kunt zien of je in het groen of in het rood staat. En je kunt dan ook vrij snel scrollen naar het nieuws en je krijgt ook eventueel notificaties als er belangrijk nieuws is. Maar wat eigenlijk Yahoo Finance interessant maakt, is ten eerste dat je eigenlijk ook hier zeg maar je portfolio in kunt zetten. Nou heb ik hier bijvoorbeeld de Giro, maar die heb ik al een tijdje niet geüpdate. Ik zie bijvoorbeeld dat ik nog Tesla nog 9 aandelen heb staan. Maar het is makkelijker dan inloggen bij de Giro en je hebt ook wat meer informatie dan bij de Giro. In ieder geval wat overzichtelijker vind ik. Je kunt zien hoe het op deze dag doet, hoe de market cap is. De 52 weeks grafiek. Nou, ziet Tesla dus erg onderin zitten, terwijl heel veel bedrijven toch wel een beetje al aan de hoogste koersen zitten. Maar wat het vooral interessant maakt, vind ik, zijn die grafieken. Als je nou gaat kijken, je hebt een korte grafiek, maar zeker wanneer je hem fullscreen pakt, dan kun je veel meer informatie zien. Je kunt ook lange tijd terug, bijvoorbeeld van de laatste 2 jaar. Je kunt veel indicatoren ook toevoegen, bijvoorbeeld moving average. Nou, dan zie je dat, ik geloof dat deze de 50 dagen gemiddelde is, dan zie je dat we inmiddels al een tijdje onder het gemiddelde zitten. Maar ook erg complexe dingen zoals Ichimoku Clouds. Een tijdje mee gebruikt toen ik nog in de crypto zat, geloof ik. Nou, je ziet wel een heel ingewikkeld grafiekje, maar Yahoo staat er wel toe dat je al deze dingen toepast. En samen met, kun je eigenlijk op deze manier een fundamentele analyse maken. Dus
altijd wel interessant wanneer je van plan bent om een aandeel te gaan kopen, dat je verschillende analyses maakt om te kijken van is dit wel het juiste moment of de juiste koers om een aandeel te kopen. De derde website die ik regelmatig gebruik is finbox.io. Ook daar heb ik al regelmatig wat over vermeld in de video's. Nou, gaan we dan naar het dashboard. Wat maakt het dan interessant? Nou, dit zijn de meest bekeken aandelen. Dus laten we even Apple pakken als voorbeeld. Dan zien we hier de actuele koers en hier zien we de fair value, oftewel de waarde die hun het waard vinden. En dat doen ze op basis van 12 modellen berekenen ze dat. Dus je kunt ook nog per model gaan kijken wat ze nou, ja, hoe ze tot die waarde komen. Dus discounted cashflow. Nou, pakken we bijvoorbeeld de revenue van 5 jaar. Dan zul je dus een grafiek gaan zien of een berekening gaan zien hoe zij op deze conclusie komen op dit bedrag. En ja, in dit geval is dus 2% negatief. Dus we staan op dit moment hogere koers dan dat hun het waard vinden op deze methode dan na. Er zijn natuurlijk nog veel meer methodes. En al deze gegevens die je hier ziet kun je ook toepassen in een Excel document. Ze hebben een ze hebben een plugin voor Excel of voor Google Docs. En op die manier kun je dus alle informatie, actuele informatie, zoals die uit kwartaalcijfers komt, zoals omzet, maar ook heel specifieke dingen, kun je dus zelf in je eigen Excel-documenten doen, waardoor je zelf berekeningen kunt maken. En dat is eigenlijk hetgeen waarvoor ik Finbox dan gebruik. Een tijdje geleden heb ik verschillende video's gemaakt over aandelen waarderen. Ik zal enkele video's hierbovenin even linken. En daarvoor had ik dus ook telkens gebruik gemaakt van Finbox, omdat ik dan eigenlijk actuele data, kwartaalcijfers direct kan verwerken in berekeningen om tot een koers te komen waarop ik een aandeel wil kopen. Een website die ik sinds kort gebruik is Simply Wall Street. Dit komt omdat ik was laatst een discussie bezig in onze Discord chat en toen kwam iemand met deze website, dus denk ik, ja, dan ga ik ook even bekijken en waarom vindt hij dan dat die zo goed is. Wat deze vooral interessant maakt is dat best wel veel data echt visueel wordt weergegeven. En als er iets makkelijk is, vind ik tenminste, is wanneer het visueel gebeurt. Dus laten we ook hier weer even Tesla zoeken. Ik zie dat ik hem hier al heb staan. En dan zoeken we het aandeel Tesla dus op. En het begint eigenlijk met een grafiekje dat het vooral dus een aandeel is gericht voor de toekomst. Dat zie je wel. Dividend hebben ze niet. Value, de waarde. Ja, dat moet nog komen. Het is natuurlijk een bedrijf wat echt nog volop groeit. En je kunt dus ook zien hoe het financieel ervoor staat. Ja, redelijk. Nog niet al te best. Wat vooral interessant is, even kijken, want nou doet je het toevallig niet. Even de pagina verversen. Ja, nou doet je het wel. Als je de grafiek kijkt, is interessant bij deze dat eigenlijk ook alle informatie, zoals belangrijke gebeurtenissen, in de grafiek staan, zodat je kunt zien welke impact een bepaalde gebeurtenis heeft op de koers van het bedrijf. Dus hier bijvoorbeeld financiële dingen, die zie je dan terugkomen. Het daalt, telkens, ja, de laatste tijd daalt het wat meer dan helaas. Of wanneer er iets in het management verandert, of dat soort dingen. Dus dat kun je eigenlijk vrij snel terugvinden via Simply Wall Street. Kun je het aandeel eigenlijk vergelijken met de markt of met de sector waardoor die in zit. Ook erg visueel, waardoor je het snel kunt vinden. Ook hier hebben ze een valuation, oftewel hoe hun het waarde van het aandeel inschatten en welke potentie het dus heeft. Nou, op dit moment is het $241, terwijl hun zeggen dat het rond de $400 ligt. Dus je kunt nog 40% toenemen in waarde met dit aandeel. En zo komen er nog veel meer grafieken voorbij voor dingen in de toekomst. En eigenlijk, zoals ik gezegd, alles is heel erg visueel. Dus je hoeft niet zo'n saai Word document door te lezen met alle data van een kwartaal of een jaarrapport. Maar ook hier zie je dus eigenlijk alles in grafiekjes en dat vind ik vaak wel makkelijk. En waarvoor ik het dus steeds vaker gebruik is in video's. Pak ik dus deze grafieken gebruik ik dan wanneer ik een video over een bedrijf maak. En het ziet er gewoon leuker uit in een video. Dus dat is ook een van de redenen waarop ik het gebruik. De volgende website die ik tegenwoordig wat minder gebruik, maar hij wordt veel gebruikt op YouTube, zie ik het bij daytraders. Dus mensen die echt binnen een dag een aandeel kopen en verkopen. En dat is Finviz. En wat dit interessant maakt is eigenlijk, het zijn eigenlijk drie dingen. Ten eerste is het de screener, die zien we hierboven. Daar kun je zelf, als we hem hier even allemaal pakken, kun je op al deze criteria eigenlijk aandelen gaan zoeken of filteren. Je ziet dus dat er veel mogelijkheden zijn om op een aandeel te filteren. En zo kun je dus, ja, je begint hier met goed 7500 aandelen. En zo kun je eigenlijk je weg terugvinden naar misschien wel de laatste 100 of 50 aandelen die aan jouw eisen voldoen. Zoals gezegd heb ik het dan veel via YouTube gekeken naar daytraders. En daar heb ik dan ook bijvoorbeeld bepaalde snelkoppelingen zitten. Bijvoorbeeld The Boiler Room was zo'n kanaal.
Nou, die doet dan op dingen onder $10. Die waarschijnlijk 5% in waarde zijn gestegen. Het relatieve volume, dus het aantal aandelen wat verhandeld wordt, moet 2 keer zo hoog zijn dan gemiddeld. Nou, dan kom je in 1 keer van die 7500 nog terug naar 10 aandelen. Wat het dan nog interessant maakt, is wanneer je charts aanklikt. Want dan zie je het eigenlijk ook weer visueel. Wat ik zeg is makkelijk. De website probeert ook altijd trendlijnen erin te zetten. Dus je ziet hier dat die vooral omlaag gaat. Sommige zijn een beetje vlak of zitten op de hoge punten die weer worden gegeven. Zit er groei in? Zo kun je eigenlijk snel zien dat deze bijvoorbeeld in een channel naar boven gaat. En vooral als je een daytrader bent, is dit heel interessante informatie. Maar het kan ook gewoon interessant zijn wanneer je op zoek bent naar interessante aandelen. Dingen die jou opvallen, die aan jouw criteria voldoet. En in plaats van dat je alle aandelen handmatig moet doorzoeken, is natuurlijk Finvis dan heel makkelijk, omdat je zoals gezegd wel 7500 aandelen op deze manier kunt filteren. Behalve deze screener zijn er nog 2 dingen die interessant zijn. Ten eerste is dat Maps. Zo kun je per sector eigenlijk zien welke bedrijven het vooral goed doen of minder goed doen dan de sector. Nou, je ziet dus vandaag Apple bijna 5% geplust, terwijl eigenlijk de hele consumer goods best wel omlaag gaat. En zo zie je eigenlijk alle grote sectoren. En dat zien we eigenlijk ook terug bij groups hierboven in het menu. Daar kun je per dag, per week, per maand verschillende sectoren of zelfs nog verder. En als je nou een sector pakt, even kijken, kan ik het hier zien? Op industry. Nou, dan kun je dus heel ver specifiek gaan terugkijken welke categorieën of sectoren doen het nou juist goed. En als je dan bijvoorbeeld REITs, dus Real Estate Investment Trust. Nou, op retail doen het dan wel redelijk, maar je kunt dan ook gaan kijken van dat was per dag. Maar hoe doet zoiets het in een maand? Staan ze nou steeds bovenaan of gaat het dan wel een stuk minder? Nou, als ik even snel kijk, zit de REITs alweer iets lager, maar nog steeds best wel goed en groen. En je kunt dus ook zien welke sectoren het vooral slecht doen. Nou, dat zijn dus dairy products, melkproducten. En dat maakt het interessant, ook wederom visueel. Dat, ja, het komt eigenlijk vaak terug bij mijn websites dus. Dat je eigenlijk in een oogopslag kunt zien welke sectoren of bedrijven het juist goed doen. De 6e website die ik nog af en toe gebruik is TradingView. Die had ik meer gebruikt in de tijd dat ik nog crypto had, zoals Bitcoin en zo. Toen was die erg interessant. Dat zijn eigenlijk 2 redenen. Ten eerste natuurlijk gewoon de grafieken. Net zoals bij Yahoo Finance kun je hier heel veel dingen zien met een grafiek. En ook indicatoren toepassen. Als je een gratis account hebt, zijn het er geloof ik 3. En dat kan bij Yahoo meer zijn. Maar het tweede en eigenlijk het grootste voordeel van TradingView vind ik dat je andere mensen kunt volgen en hun analyses kunt bekijken. Magic Poop Cannon, dat was een hele leuke naam trouwens, maar die volgde ik veel in de tijd dat ik bij Bitcoin zat, omdat ik vond dat zijn analyses altijd al best wel goed waren, goed uitgelegd en vaak ook nog klopten. Dus kijk, pakken we dus een van zijn laatste analyses van 12 uur geleden. Dan kun je daarop klikken en dan kun je dus gaan kijken hoe hij het inschat en ook legt hij dan vaak in een verhaal uit waarom hij dingen inschat. Pakken we nou bijvoorbeeld een analyse van een 26 april, dat is een goede week geleden. Dan heeft hij dus ingeschat dat in dit geval Bitcoin dus uiteindelijk omhoog gaat en dan omlaag. En het leuke hiervan is, dit is dus iets van een week geleden. Je kunt hier kijken hoe het sinds die tijd is gegaan. Dus zijn eerste dingen klopt inmiddels. Het is natuurlijk nog de vraag of de rest van zijn analyse klopt. Maar zo kun je ook vaak analyses die mensen een tijdje hebben geleden hebben gemaakt, eigenlijk gaan vergelijken met hoe het uiteindelijk is uitgespeeld. Pakken we dus nog een tijdje verder terug. Hier zie je dat je een wedge hebt. Dat, ja, we gaan naar een bepaald punt. En als hij dan vaker bovenuit schiet, is dat positief voor de koers. Dus of gaat hij naar beneden, dan gaan we dus weer richting die koers eigenlijk. Nou, pakken we daar even aan. Zoals gezegd, hij pakt dus positief. Hij breekt door die lijn heen en gaat dan echt heel erg hard omhoog. Dus dat zijn altijd wel leuke dingen en interessante dingen, omdat je dan bij andere analisten kunt kijken hoe zij over dingen denken. En misschien kun je wel nieuwe informatie uithalen die je dan mee kunt nemen in je eigen beoordeling. De ene laatste website in dit rijtje is Hyperchart. Dat is een website gemaakt door Galileo Russell. Die heeft een kanaal op YouTube, Hyperchange TV, dat eigenlijk vooral begonnen is vanwege Tesla. Hij volgt bedrijven die echt enorme potentie hebben om te groeien. Die hyperchange, dus die kunnen verandering echt op een groot niveau de komende jaren teweeg brengen. En inmiddels heeft hij dus daar ook, omdat hij ook vaak gebruik maakt van grafieken in zijn video's, samen met iemand samengewerkt en heeft die hyperchart opgestart. Pakken we hier alweer als voorbeeld Tesla, want dat is wat makkelijk te vergelijken als we telkens hetzelfde pakken. Dan kun je hier zien dat
je bij heel veel van deze grafieken snel iets kunt vinden en ook kunt vergelijken. Dus hier zie je bijvoorbeeld het per kwartaal het aantal geleverde auto's, zeg maar, van Tesla. De Model S, hoeveel ze uitmaken. En je kunt dan ook bepaalde modellen uit of aanzetten, zodat je een betere vergelijking kunt maken. Zo zie je dus dat in dit kwartaal het eigenlijk al tegenviel, maar ten opzichte van een jaar geleden is het best wel een groei geweest bijvoorbeeld. En zo zijn er dus nog veel meer grafieken die overal terugkomen. Revenue, al deze data komt ook weer uit kwartaalrapporten of jaarrapporten. Maar het is gewoon in deze, ten eerste is het wat meer bij elkaar gevoegd, dus je kunt het beter vergelijken. En het gaat vaak ook veel verder terug dan een kwartaalrapport doet, want die pakt misschien alleen de laatste vier kwartalen of de laatste jaar waarmee die vergelijkt. En je kunt dan hier per bedrijf vaak belangrijke informatie snel zien. Pakken we hier nou even revenue year over year, dus de omzet. Die groeit dan vaak harder dan dat de kosten groeien. Dat is altijd wel positief natuurlijk, want naarmate je bedrijf groeit, zullen de kosten natuurlijk wel toenemen. Maar het is altijd beter als die blauwe lijn de omzet harder groeit dan je kosten. Nou, dat soort dingen zie je dus snel terug in een grafiekje zoals hier op Hyperchart. En zo zijn er nog veel meer bedrijven, zoals gezegd. Hij is begonnen met 5, geloof ik. En inmiddels zijn er meer dan 20 bedrijven. Dus zoals je ziet, Tesla, AMD, Facebook. Dan heb je natuurlijk wel andere informatie die ze toevoegen. Want hier gaat het wat meer op welke regio de klanten zitten. Dat heb ik laatst ook verteld in mijn video over interessante aandelen. Dat je juist ziet dat Europa en Amerika en Canada niet zo hard meer groeien. Maar dat het juist Azië en de rest van de wereld is waar de groei van Facebook bijvoorbeeld nog in zit. Nou, dat zie je dus allemaal snel in deze grafieken terug. En dan komen we aan bij de laatste website, de 8e, Just ETF. En dus zoals de naam al zegt, is die helemaal gericht op ETF's. Dus wanneer je informatie in het zoeken bent over een bepaalde ETF of indexfonds, dan is deze heel erg interessant. Ook deze heb ik laatst al een keer meegenomen in een video. Maar als je vooral hier naar ETF screener gaat en dan investment guides, dan zul je eerst zien vooral per regio welke dingen zijn. Of per beurs bijvoorbeeld. Dus pakken we hier de S&P 500. Dan zul je hier een overzicht krijgen van de meest voorkomende of de meest gebruikte ETF's. De beste, de grootste, de goedkoopste, 5%. En je kunt ze hieronder ook uiteindelijk allemaal met elkaar gaan vergelijken. Of welke rendementen ze halen. Dat zal bij een ETF niet zo heel ver uitlopen, omdat die meestal de beurs volgen, zoals gezegd. Maar zo kun je op een snelle manier eigenlijk alles met elkaar vergelijken. Dan pakken we dus even als voorbeeld de ETF van de S&P 500. Dan willen we ten eerste op kosten, want we willen zo min mogelijk betalen. En je kunt ook vaak nog dingen toevoegen. Als we linksonder kijken, we kunnen bijvoorbeeld de replication method, dan willen we dat die hem echt één op één volgt met de beurs. Nou, dan vallen er al een paar af. En wat een belangrijke is ook use of profit. Daar heb jij twee dingen in. De eerste accumulating, dat wil zeggen dat winst die gemaakt wordt, dividend die ze hebben, die blijft automatisch, wordt die geherinvesteerd in de ETF. Of bij distributing, dan wordt die juist uitgekeerd aan jou en dan kun je dus zelf zien wat je met het geld van dat dividend doet. Of je het opnieuw in deze ETF investeert of misschien in een ander aandeel. Nou, dat soort dingen kun je dus allemaal snel hier selecteren. En dan op deze manier blijven er dus eigenlijk 4 over. Nou, ik heb de bovenste, heeft ook de laagste kosten. Dus inderdaad, voor mij is dit de beste keuze, blijkt al uit Just ETF. Maar zo kun je dus, zoals gezegd, op heel veel dingen keuzes maken. Je kunt ook zeggen van, ik wil het op Duitse ETF's. Nou, er staat hier een hele pagina over Duitse ETF's. Dus deze website is dan vooral gericht op ETF's, indexfondsen en best interessant en best makkelijk. Tot zover dus de 8 financiële websites die ik regelmatig gebruik. Ik ben erg benieuwd of er ook websites tussen zitten die jij ooit hebt gebruikt. Of juist dat jij websites gebruikt die nog niet in dit overzicht staan. Nou, laat dat even weten onder deze video. Waarom gebruik je nou juist die andere websites die jij hebt? En welke voordelen hebben ze bijvoorbeeld ten opzichte van de websites die ik gebruik? Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Wat misschien ook interessant is onze Discord-chat. Daar zijn we met inmiddels meer dan 70 mensen aanwezig en praten over van alle andere onderwerpen die ook op dit kanaal ter sprake komen. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus als je daarin mee wilt praten, ook daarvan staat onder deze video een link. Dan kun je gratis ook meedoen in onze Discord-chat en zul je altijd nog wat dingen leren. En ben je nog geen lid van dit kanaal, maar ben je nog altijd steeds aan het kijken, dan is het waarschijnlijk dus een interessante video voor jou. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren, beleggen en passief inkomen. Dus wil je geen video meer missen in de toekomst, abonneer je dan op het kanaal. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.